Hoi, we gaan iets heel anders doen dan wat ik normaal doe. Ik heb net mijn gezicht schoongemaakt. Normaal wil ik namelijk geen advies geven over huidverzorging, want weet je, daar heb ik gewoon niet zoveel verstand van. Ik weet wat ik fijn vind en wat voor mijn huid werkt. Maar of het echt iets werkt, weet ik niet. Het is meer zoiets van, ik heb er geen last van, dus ik vind het prima. Maar ik gebruik al een tijdje de Revolution Miracle lijn eigenlijk. En die hadden wat nieuwe spullen. Dus ik dacht, nou, ik laat gewoon die lijn zien. En misschien is het interessant. Als eerste heb ik de, en dit is een grote pot, de Miracle Cream. Wat ik al zei, dit is een grote pot. En ik heb daar ook de Miracle Serum van. Maar daar heb ik dus een nieuwe. Kijk, ik heb in mij zit nog heel weinig in. Glow Enhancing Serum for All Skin Types. Ik ga eens even kijken of ik er iets van kan lezen. Transform your complexion with this supercharged serum. Featuring complex. Wacht even. Anders zien jullie het. Featuring a complex of hyaluronic and polyglutamic acids for hydration, amino acid, arginine, known to help boost collagen and niacinamide and vitamin E to help with radiance and glow. Supercharge your base for flawless makeup application. Dat is de serum. Dan heb ik daar ook een olie van. Dat is deze. Daar heb ik dus geen dozen van. Ze kan niet voorlezen wat die precies doet. Dan heb ik ervan al opgemaakt een keer. Die komt in een andere video. De eye cream. En dat is zo'nzelfde potje. Maar dan een kleintje. Deze heeft op de zijkant gelegen. Maar dat is in principe zo'nzelfde potje. Maar dan een kleintje. En wat staat hierop? Transform your tired under eyes in just 4 weeks. This beautifying eye cream helps reduce the appearance of fine lines and dark circles, keeping under eyes feeling bright and radiant. Skin feels firmer, hydrated and youthful. Supercharge your base for flawless makeup application. Nou, dat zeggen ze denk ik bij alle producten. Ik probeer het doosje gelijk uit elkaar te halen, zodat het gelijk weggegooid kan worden. Zo. Wat ik ook ervan heb is de Miracle Balm. Super Enhanced Skincare. Supercharged Skincare. Dit gebruik ik op hele droge plekjes, zeg maar. Wat ze nieuw hebben is de Miracle Lip Oil. Het is allemaal trouwens van Revolution Pro. En het is allemaal supercharged skincare. Waar is mijn mesje? En dat is een tubetje. En dat lijkt een beetje op dit tubetje. Maar dan een kleine versie. Even kijken, wat zeggen ze over lip oil? With hyaluronic acid and peptides and shea butter. En meer zeggen ze er niet echt over. Nee. Lip oil. Oké, nou dat is het eerste wat we gaan proberen. Want ik ga... Oh! Kijk, het is een rolletje. Wat grappig. Op zich. Oké. Het is heel dun, maar zo voelt het niet. Het voelt meer als een balm en niet als een olie in mijn idee. Maar het voelt wel heel hydraterend. Goh, wat apart. Wat jammer dat er niks over op het doosje staat verder. Mijn bril beslaat een beetje.
Wat jammer dat er niks anders op het doosje staat. Ik ga eerst even de serum opdoen. Nou is het zo dat mijn pipet niet werkt. Dus ik giet het iedere keer zo op mijn hand. En het is een redelijk... Het is een serum. Dan heb ik hier een hele droge plek op een of andere manier. En ik laat de onderogen met rust. Zo, dan kan die even inwerken. En ik denk dat ik een heel klein beetje olie... En dan weet ik nooit in welke volgorde ik dat moet doen, maar... Zwa. Dat ik een beetje olie... Nu heb ik vette handen, maar... Een heel klein drupje olie op mijn hand doe. En het even uitsmeer en dan even zo hier eroverheen doe. Kijken of dat of er iets extra's. Die olie is wel fijn. Die ruikt niet zo lekker, maar die is wel fijn. Ja. Ik had natuurlijk ook eerst die balm kunnen doen. Hè? Dan hebben ze een Miracle Eye Serum. En dat is deze. En wat zeggen ze daarover? Oh, daar zeggen ze een heleboel over. Dat vind ik dan raar. Dat over het ene product wel en over het andere product niet. Die lipolie voelt trouwens heel fijn. Alsof je echt een goede olie op je lippen hebt. Het blijft lang zitten. En het voelt echt nog steeds hier. Het zit natuurlijk al pas 5 minuten op. Maar goed, maakt niet uit. Awaken your eye area in just 4 weeks with refreshed and brighter looking eyes. This hydrating serum helps reduce puffiness whilst also helping to smooth and firm delicate eye area. Supercharge your makeup with a flawless makeup application. Oké. Dit is ook een balletje, maar dit heeft zo'n ijzerballetje wat is ook verkoeld. Het is heerlijk koel onder de ogen. En ik hou ervan om het dan een beetje in te drukken. Alsof er nog niet genoeg product op je gezicht zit. En dan doen we de crèmetjes. En dan heb ik de oogcrème. Dan maak ik een nieuw potje open. Deze had ik vorige keer eraf gehaald. Niet doen, want die oogcrème die droogt een beetje uit. Dan doen we die oogcrème over die serum heen. Nou kan het best zo zijn dat ik niet genoeg tijd heb laten zitten, maar ik ben een video aan het opnemen. En als laatste hebben ze... Een nieuwe nachtcrème. En die komt ook in zo'n potje. De Miracle Night Cream. Maar dan een donker potje. Zie je dat? Dus een beetje zwart-grijzig. En wat zeggen ze daarover? Transform your complexion in just 4 weeks for a plumper and more radiant base. This beautifying night cream hydrates and rejuvenates skin while you sleep. Helping to firm this, to keep the firm skin and reduce the appearance of wrinkles. Supercharge your base for a flawless makeup application. Nou, die zin die kennen we inmiddels wel. Eens even kijken. Daar zit ook zo'n dingetje op. Oh, oh. Ik ga het verschil laten zien. Dit... is de dagcreme. En die is gewoon... Het is niet een hele dikke nachtcreme, maar ook niet een hele dunne nachtcreme. Hij is zeker dikker natuurlijk dan het serum, maar het is niet een dikke nachtcreme. Dit
is een dikke crème. Je moet er echt een soort scoop uitnemen. Zie je dat? Het lijkt een beetje vettig. Wat doet mij denken aan... Ik heb zo'n product van Charlotte Tilbury. Maar ik ga het gewoon aanbrengen. Ik doe nooit een hele dikke laag hoor. Mijn gezicht is nu rood van het wrijven. Hè? Dus niet omdat ik niet tegen het product kan. Dit voelt als een hele... Dit ziet eruit... Oké, behalve de roodheid. Alsof ik een pot vaseline op mijn gezicht gesmeerd heb. Mijn god. Nou, even mijn handen afvegen. Van Charlotte Tilbury heb ik alleen maar de kleintjes. En er wordt gefluisterd dat dit een dupe is, maar dat weet ik niet zeker. Ja, die krijg ik natuurlijk niet meer open nu, want ik heb gewoon vette handen. Ja, die krijg ik natuurlijk van zijn leven niet meer open nu. Kijk, dit is ook zo, dit is een beetje putty-achtig. Maar dit moet je ook scoopen. Dit is niet zoals... dit heeft wat weg van de substantie van... Nou ja, andersom waarschijnlijk. En wat heb ik nog meer van Charlotte Tilbury? De eye cream. En wat is dit? Ik heb een heleboel van die minietjes toen gekregen. Wat is dit? Charlotte Tilbury. Magic Cream, ja. Kijk of die dan een andere substantie heeft. Ik heb het allemaal niet gebruikt. Maar ik vind die potjes zo schattig. Oh, dit is ook... Dit is echt al een dikkere crème. Ja. Deze van Charlotte Tilbury is dikker dan die van Make a Revolution. Maar goed. Dat maakt niet uit. Ik ga op deze manier, ik ga het laten intrekken en dan ga ik zo slapen. Nou, ik ga nu niet slapen, maar ik ga wel naar bed. Wat vind ik er tot nu toe van? De substantie van de nachtcreme. Ik kan me voorstellen dat dat namelijk heel fijn is op het moment dat je gaat slapen. Dat je dan een wat vettere crème gebruikt dan overdag. Ik vind de gewone crème voor overdag echt wel een fijn product. Die gebruik ik al een tijdje. Dit is mijn tweede pot. Ja, de nachtcreme. Ja, ik heb echt het idee dat ik me echt helemaal de tandjes zit te zweten. Maar dat is niet zo. Maar ik ben heel glowy. De lipolie is nu na 13 minuten nog steeds niet ingetrokken. Dus die doet het prima. Het oogserum was lekker, was verkoelend. De serum ken ik natuurlijk al, de olie ken ik al, want dat heb ik allemaal al. Dus wat nieuw was, was de nachtcreme, de oogserum en de lipolie. Waarvan ik over de oogserum, het oogserum... En de lipolie echt wel heel tevreden ben. Daar ga ik echt nog wel meer mee proberen. En de nachtcreme, ja. Kijk ook hoe ik plak. Ik heb het gevoel dat ik vaseline op mijn gezicht heb gesmeerd. Misschien dat ik dan half-half zou doen of zo. Maar misschien trekt het nog zometeen wel in. Ja, ik heb het idee dat ik moet deppen. Dat ik gewoon een heel nat gezicht heb. Dan moet je kijken. Nou, ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik kom daarop terug in de make-up update van... Hier kan mijn neus. Van juli. Van juli is het al.
En dan zien wat ik ervan vind. Bedankt voor het kijken. Voor dit leuk doen. Duimpje omhoog vind ik altijd leuk. Laat een reactie achter over dingen die je wilt zien. Die ik moet proberen. Die je graag een keer, waar je graag een keer een review over ziet. Van iemand die vanuit niet een professioneel oogpunt kijkt. Maar vanuit een consument oogpunt. Want ik ben geen professional. Niet op gebied van skincare. Kijk, dit. Ik reageer hier goed op. Het voelt goed bij mij. Dus ik gebruik het. En ik... ik zie geen verschil met hele dure merken. Dus ik vind dit prima. Dit is een beetje mid-range. Maar als ik voor een pot Olay. Of Olaas. Olay. Het heet volgens mij Olay. Nu ook al €32 moet betalen. Mm-hmm. En ik weet niet in hoeverre dat dan echt beter is voor je huid. Eén keer per week gebruiken retinol. Dat is dan ja, ook van Revolution. Dat was makkelijk zo in één keer bestellen. Of het echt iets doet, weet ik natuurlijk niet. Mijn huid ziet er op zich prima uit. Ik heb wel roodheden, maar die heb ik mijn hele leven al. Ik heb hier een wondje en hier in mijn haargrens een wondje. Maar dat komt omdat ik moedervlekken heb laten weghalen. En ik heb nu, ik heb een tijdje niet gefilmd, maar nu viel de korst eraf. En nu dacht ik, en nu ga ik. Maar er zat een hele vieze grote korst in mijn haar. En toen dacht ik, nou, dus daarmee ga ik niet op de film. Dus dat een beetje over mijn huid. Mijn huid is droog. Die lipolie voelt echt heel prettig. Ander onderwerp. Mijn huid is droog en natuurlijk wat ouder. Ik ben 50 inmiddels. Dus je ziet wat textuur en lijntjes en dat hoort er allemaal bij. Ik vind het ook niet erg. Hoewel ik natuurlijk wel gewoon er leuk en mooi uit wil zien. Dus ik probeer het goed te verzorgen. Dat heb ik overigens niet heel mijn leven gedaan. Maar ik rook niet en ik drink heel beperkt. En ik ben wel dik. Dus er zijn weinig rimpels. Dat is dan weer het voordeel van een dikke vrouw zijn. We doen niet aan gezet, we doen niet aan wat flinker. We doen niet aan een beetje meer dan de rest. Of een onsje meer dan de rest. Ik ben gewoon dik en je kan daar een ander woord voor geven. Dat moet je lekker zelf weten. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. En ik respecteer dat voor iedereen. Respecteer ook dat ik dat niet doe. Ik hou van lekker direct. Dat was hem. Nou, duimpje omhoog en laat een comment achter. Vind ik gezellig. Doei, tot de volgende keer!